Jos, de wedstrijd die moest gewonnen worden, verlies je. Je was verschrikkelijk boos. Tijdens de wedstrijd al. Om twee redenen, denk ik. De consignes, de opdrachten, worden niet uitgevoerd zoals het zou moeten zijn. We beginnen zeer archaïs en chaotisch te spelen aan de wedstrijd. We willen drie keer zo snel spelen als dat we dat aankunnen. Met het gevolg heel veel balverlies. En op korte tijd stond het al 10-10, amper na 19 minuten. Dat betekent dus dat de verdediging zelfs geen kans heeft gehad om zich te organiseren. En dat wij het spelletje zijn gaan meespelen van de tegenstreven. Ik heb ze ter orde geroepen, ik heb dat gezegd van kijk, opletten ermee. Weet goed waar je mee bezig bent. Zo hebben we het vorige week niet aangepakt. We moeten dus opletten met het verspillen van energie. Aan de rust is het nog eens bijgepraat. Wow, de wedstrijd blijft gelijk opgaan, maar we kunnen slagen er eigenlijk nooit in om een voldoende voorsprong uit te bouwen. En op het ogenblik dat, dat het iets of wat gemakkelijker gaat, krijgen we ook even gemakkelijke doelpunten tegen. Kortom, ja, die wedstrijd wordt beslist in de laatste minuten. En andermaal zijn wij de verliezer. Dat ik boos ben is dat wij opnieuw een wedstrijd verliezen die we niet hoeven te verliezen. Dat is één. En twee, dat we toch drie keer teruggefloten worden op het ogenblik dat het doelpunt is. En wat heel jammer is op dat ogenblik, dat alles is bepalend. Alles is bepalend geweest. Goed, ik heb de laatste 30 seconden geen time-out genomen, omdat het spel lag stil, bij wijze van. Men was de pionnen aan het zetten. En ik zag geen enkel reden om daar time-out te vragen. Het kwam erop neer van een aanval uit te bouwen. En de tegenstrever heeft ons op het zwakke punt gepakt op plaatsen. Wij proberen alles op de cirkel te realiseren en dat is ons niet gelukt. En wij zijn er ook niet in gelukt om het geweer van schouder te veranderen. Daar hadden we een ander tactisch concept moeten toepassen. Dan hadden we ze misschien nog kunnen verrassen. Jammer genoeg, het is niet gebeurd. Dat betekent heel eenvoudig, Final Four dit seizoen helemaal niet. Dat moeten we ook erkennen. Ook. Dit is een wedstrijd die we hadden moeten winnen van een niet-kandidaat Final Four. Dus dat voelt dubbel aan. Dat betekent dus ook dat wij ons helemaal moeten toespitsen op datgene wat nog overblijft. Dat is de reguliere competitie, de play-offs voor België en de beker van België. Oké, daar zitten we volgende week al mee bezig. Dit is natuurlijk geen hart onder de riem. Hopelijk hebben we tijdens de week de mogelijkheid om elkaar terug klaar te krijgen voor de klus in Sasha. Zeg je nu van de groep heeft niet volwassen gespeeld vandaag? Ik heb gewoon gezegd dus dat zij niet in staat zijn geweest om mijn opdrachten op de letter uit te voeren. Dat heb ik wel gezegd. Zijn ze dan kwalitatief niet goed genoeg? Wel, vorige week ging het wel. Vorige week heeft ons dat een punt opgeleverd. Dat hadden er ook twee moeten zijn tot daartoe. Vandaag hadden er twee punten moeten zijn. Had het veel makkelijker moeten gaan. En we hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Door te veel aanval vanuit individuele actie af te werken. En dat loont nooit, nooit. Ik heb dat ook gezegd, ook opletten. We moeten dat durven erkennen dat wij op die manier aan het aanvallen zijn. Op het moment dat wij elkaar terugvinden als team, hebben we nog een kans. Toen was het 10 minuten voor de einde. Maar ja goed, het heeft weinig aarde aan de dij gebracht. Het is tot slot niet de eerste maal dat jullie het in het slot weggeven. En met volgende week voor de beker van België naar Sasha toe. Een ploeg die tot de 60ste minuut ervoor gaat. Hè. Ja. Geen makkelijke opgave, denk ik dan. Dat was nog geen enkele makkelijke wedstrijd. En we weten ook dat als je met een aantal gekwetsten zit dus, en je hebt te weinig wisselmogelijkheden, ja, dan weet je dat in de laatste 10 minuten ofwel ben je de sterkste en zal je het halen. Dat is dus een enkele keren is ons dat gelukt. Maar meestal moeten we daar ook betalen. Betalen voor de inspanningen die wij al 15 minuten geleverd hebben. En waardoor wij al meer dan één keer de punten hebben moeten afgeven. Toch succes in de competitie nog en volgende week in de beker van België. Wel, hopelijk komen er enkele gekwetsten terug. Maar ik blijf dat al 4 maanden zeggen en het blijft maar duren. Maar ik blijf hopen. Blijf hopen. Op het moment dat de kern wat uitgebreider wordt, kunnen we met andere wapens vechten. Misschien wordt het toch nog een mooie kerst. Voor kerstmis zal het niet zijn. Maar eind januari, als het dan al is, als dan de kerstman nog eens wil langskomen, dan ben ik al meer dan tevreden.